Goed. Verzuiling, ik heb het in de aankondiging aangegeven, want dat valt mij eigenlijk altijd op dat ze de laatste jaren steeds meer over bubbels in de samenleving hebben en dan suggereren dat zoiets er vroeger niet was. Nou, juist in een land als Nederland waren zuilen er zeer doordringend en duidelijk aanwezig. En die kun je zeker met de huidige bubbels vergelijken. En ik moest er ook aan denken toen ik dit zat voor te bereiden weer, dat ik dacht, ik zat ooit in Utrecht op de lagere school. Uiteraard een katholieke Sint-Paulusschool, want mijn ouders waren stevig katholiek, zeker mijn vader. En ik heb inderdaad wel eens mij, omdat ik ook toen al probeerde na te denken, onderweg naar huis wel eens lopen afvragen hoe dat nou in vredesnaam kon, dat die protestanten niet wisten dat Luther ongelijk had. Want dat snapte ik zelfs in de klas als me dat verteld werd. En had natuurlijk als kind van, wel zal ik geweest zijn, een jaar of 9 of 10, had ik natuurlijk geen idee dat dat toch een vorm van indoctrinatie vanuit mijn katholieke zuil was. En dat de protestantenopleidingen totaal anders over mensen als Luther en Calvijn werd gepraat dan op onze rooms-katholieke school. En dat is natuurlijk eigenlijk ook wat verzuiling veroorzaakt heeft. Mensen kregen een bepaalde achtergrond mee. Je zal ook zeker in een aantal gevallen over de scholen hebben. En dan zie je dus eigenlijk hoe zelfs van kindsbeen af mensen in Nederland gescheiden van elkaar opgroeiden. En ja, dat leidde tot heel wat dingen. Ik herinner me van 3 jaar geleden een interview met een van de leden van de Oudheidkamer, die ook vertelde dat zij als katholieke jongens bepaalde straten moesten vermijden. En dat was omgekeerd, was dat ook zo, dat bepaalde jongens en meisjes niet langs de katholieke scholen konden lopen zonder in elkaar geslagen te worden. Dat zijn dus dingen die een gevolg waren van het verzuilen. Als wij in Nederland keken, dan waren er in Nederland eigenlijk, ze hebben het meestal over 4 zuilen. Je zou daarnaast ook nog een aantal kleintjes kunnen noemen. Ik heb in elk geval de 4 zuilen, als het goed is, heeft iedereen nu het woord liberalen in beeld. Ik ga ze eigenlijk op ouderdom, ga ik ze doornemen. En een van de 2 zuilen, namelijk de protestants-christelijke, die wordt ook in tweeën meteen gesplitst. Want daar was duidelijk ook een maatschappelijk onderscheid tussen de vrijzinnigen en de rechtzinnigen. En op die manier kun je dus zeggen dat er in Tiel zeker 5 waren. En dan heb ik nog niet eens aandacht voor het feit dat er ook nog kleinere groepen, toch ook met een redelijk eigen leven als de Tielse Joodse gemeenschap waren. Maar ik beperk mij dus tot de 4 zuilen die ook in Nederland overwegend zijn. De liberalen zijn de mensen die in de traditie staan van de verlichting. We hebben hier het beeld van Rinck, die in 1795 als een van de nieuwkomers na de omwenteling die er kwam toen de Fransen binnengemarcheerd waren, kwam deze Rinck in het Tielse stadsbestuur. Hij hoorde dus tot de nieuwkomers die in de 18e eeuw tot de Patriotse beweging hadden gehoord. En noemden zich ook in 1795 weer Patriotten. En zij zijn eigenlijk degene die, ja, laten we maar zeggen, voorzichtig, want het is een beetje gevaarlijk om te doen alsof dat de patriotten democraten waren. Dat is een woord dat eigenlijk niet helemaal past in die tijd. Maar dat degene die in 1795 aan de macht kwamen, dat die toch een zekere mate van volksinvloed voorstonden. Maar daarbij toch wel een tweetal restricties maakten, waardoor ze eigenlijk vooral een elite waren die in het algemeen toch wel een soort air over zich hadden van wij weten het en wij kunnen het.
En dan is dus eigenlijk die twee dingen waar ze zich op lieten voorstaan. Dat was kennis. Het waren in het algemeen de mensen die de kans hadden om goed onderwijs te volgen. Ook vaak universitair of gelijksoortig. En het waren aan de andere kant waren zij ook de mensen die in het algemeen geld hadden. En ja, het een sloot op het ander aan. En ja, ik vind altijd de liberale theorie wat naïef daarin. Het uitgangspunt is dat ieder mens zo sterk mogelijk voor zichzelf moet kunnen opkomen. Dus dat er een zo groot mogelijke handelingsvrijheid moet zijn. Dan zal ieder mens streven naar het maximaal voor hem of haar bereikbare. En dat is, dan is de maatschappij de optelsom van al dat individuele streven. En zal dus ook de maatschappij het maximaal haalbare bereiken. Nou, dat de realiteit is dat wanneer je geld hebt en wanneer je dus ook al rijke ouders hebt die je naar een goede school of opleiding sturen, dat je dan op een gegeven moment een veel beter uitgangspunt hebt. En dus dat je dan ja, bijna blind accepteert dat die arme stakker die dagelijks zich in werkdagen van 14 tot 16 uur te pletter werkt, dat hij helemaal geen kans heeft om zich nader te ontwikkelen, dat wordt vaak buiten beschouwing gelaten. Liberalen hebben in de 19e eeuw altijd het idee, als je maar hard werkt, dan kom je er wel. En dat is natuurlijk sterk afhankelijk van het uitgangspunt. Maar politiek hebben zij in de loop van de 19e eeuw, ook in Tiel, een sterke invloed. En dat heeft ook alles te maken met de wetgeving die tot laat in de 19e eeuw, tot zelfs in het begin van de 20e eeuw, het mogelijk maakt dat wij een census-kiesrecht hadden vanaf 1848, waarbij je een bepaalde som aan belasting moest betalen voordat je stemrecht kreeg. En ja, dat betekende dat dus de ongeschoolde arbeiders die een minimumloon hadden, dat die simpelweg geen stemrecht kregen. Voor de Tweede Kamer al helemaal niet. En dan hing het er een beetje vanaf. Er waren tussenvormen dat je wel voor provinciale staten gemeenteraad, maar niet voor de Tweede Kamer mocht stemmen. En de armsten hadden gewoon domweg geen stemrecht. En dat had dan te maken met het idee dat ze daar toch niks mee konden. Nou, dat is eigenlijk het uitgangspunt van de liberalen. Het had ook tot gevolg dat de liberalen in Tiel eigenlijk altijd een meerderheid hadden politiek. En wij kenden naast het feit dat er censuskiesrecht was tot 1917 ook voor de Tweede Kamer met name en voor provinciale staten kende men een districtenstelsel. Er was dus een kiesdistrict Tiel en dat betekende, en dat had ook wel weer zijn voordelen, dat betekende dat je dus een afgevaardigde in de Kamer had, waarvan je kon zeggen, dat is onze Tielse afgevaardigde. Dat is tegenwoordig niet meer aanwezig in het stelsel van evenredige vertegenwoordiging. En dan zie je toch dat het nadeel van evenredige vertegenwoordiging is dat de periferie, en dan kun je de hele provincie Gelderland tot de periferie rekenen, dat die eigenlijk gewoon ondervertegenwoordigd is in de nationale politiek. En dat de Randstad is oververtegenwoordigd. Dus in die zin heeft het districtenstelsel zijn voordelen. Het heeft ook weer heel grote nadelen. Want in een district wordt één persoon gekozen en alle andere stemmen die niet op deze persoon zijn uitgebracht, die zijn dus letterlijk de prullenbak in. Op deze spotprint uit 1913 zie je het net aangetreden ministerie Cort van der Linden, een liberaal ministerie dat geleid wordt door de minister-president Cort van der Linden, maar hier op de spotprint blind lijkt te zijn. Ik ga niet op alle politieke constructies van 1913 in, maar de man links is Tiedeman, de liberaal Tiedeman, die voor de district Tiel, Meinhard Tiedeman, die heeft voor district Tiel
25 jaar in de Tweede Kamer gezeten, van 1891 tot 1916. En 1916 kreeg hij een jachtongeluk dat hij niet overleefd heeft. Maar het absurde was dat het district Tiel hem trouw elk jaar koos, terwijl hij al, ja, eigenlijk al voordat hij de eerste keer koos, gekozen werd, in Breda woonde, maar wel van de Tielse bestuursfamilie was. Dat is een man, als je Tiel een beetje kent, op het Kalverbos, tegenover het voormalige gymnasiumgebouw, staat een borstbeeld. En dat is na de wat ongelukkige overlijden van Meinhard Tiedeman, is dat in 1918 daar neergezet ter herdenking aan deze verdienstelijke zoon van Tiel. Niemand weet meer wie het was, maar dat borstbeeld heeft de tijd wel overleefd. Maar dat geeft dus aan dat ze eigenlijk gewoon 25 jaar als maar een liberaal kozen. En in de gemeenteraad was dat niet anders. De gemeente Tiel werd in de periode, ja, tot in de jaren 30 bestuurd vanuit het oude stadhuis, zoals we het meestal plegen te noemen. Dat was het gebouw met het torentje, voor diegenen die zich de vooroorlogse situatie niet meer helemaal goed kunnen herinneren. Dat is op de hoek van de Vleesstraat, daar kijk je eigenlijk recht in. En aan de rechterkant ga je dan voor dat gebouw de Kerkstraat in. Op die hoek stond het oude stadhuis. Dat stond daar al vanaf de middeleeuwen, waarschijnlijk ongeveer 1450 daar gekomen. Het was heel slecht van onderhoud. En eigenlijk was de gemeente Tiel al dolblij dat men in 1936 het voormalige verzekeringskantoor kreeg, wat nu nog aan de kant van de Amtmansstraat deel uitmaakt van het stadhuiscomplex. En wat mensen misschien nog wel gekend hebben met het Tielse wapen erop. Maar dit oude stadhuis heeft dus tot 1936 dienst gedaan, terwijl in 1894 al een rapport kwam dat het in bouwkundig hopeloze staat was. Het heeft dus nog bijna 40 jaar gebruikt, of helemaal 40 jaar gebruikt. 36 is het verlaten en in op 23 februari 1945 is het door geallieerde fosforgranaten volkomen verwoest. Dus er is niets meer van herkenbaar. Maar hier zetelde het stadsbestuur, een burgemeester die, zoals overal in Nederland, door de kroon benoemd werd. En een stadsbestuur dat dan een liberale meerderheid had. Wat overigens niet wil zeggen dat er dan heel makkelijk gestemd werd. Als je in de kranten de verslagen leest, dan werd er toch wel pittig gediscussieerd, omdat de liberalen onderling toch ook wel weer hele verschillende belangen hadden. Het waren vaak zakenmensen en die hadden natuurlijk ook onderling verschillende belangen. Dus dat is de manier waarop Tiel bestuurd werd, maar wel altijd liberaal. En er was weinig verandering in te krijgen. De liberalen hadden hun eigen, laat ik zeggen, het was niet een vergaderruimte, maar het werd wel gebruikt ongetwijfeld voor het doen van heel veel politieke zaken. De grote sociëteit, die daar waar die nu staat, nog staat, gebouwd werd in 1789. De sociëteit was nog 25 jaar ouder. En uiteraard was dat een vergaderplaats voor de happy few. Zelfs voor de mensen die in het algemeen worden aangeduid als het intellectuele proletariaat, patriciaat, intellectuele patriciaat, de mensen die dus gestudeerd hadden, en dat waren tot 1934 in Tiel vooral juristen verbonden aan de Tielse arrondissementsrechtbank, die hadden hun vergaderplaats, zou ik bijna zeggen. Het was niet bedoeld. Het was gewoon voor gezelligheid bedoeld. Er werd ook heel veel gekaard bijvoorbeeld. En een goede borrel gedronken. Maar ik neem aan dat in dit gebouw van de grote sociëteit heel veel ook politieke zaken gedaan zijn door de Tielse elite. De
De grote sociëteit huisvestte de intellectuelen. En dit is een foto, dit is de oudste foto van het gezelschap. Bij het 150-jarig bestaan in 1914 is de eerste foto gemaakt. En u ziet aan de hoofden dat ze zichzelf heel belangrijk vonden. En dat waren ze ook. Ik denk dat je ook, ik ben althans altijd, ik heb altijd gemerkt dat er in Tiel toch van oudsher een hele sterke maatschappelijke scheiding was. En dat deze mensen, daar keek toch de doorsnee Tielenaar tegenop. Die waren belangrijk en zeker als ze dan nog ook nog bij die herensociëteit waren. Dus deze mensen vonden zich belangrijk en dat werd zeker in de maatschappij ook niet ontkend. Dan had je naast hun binnen de liberale groep, had je ook de mensen die het dan wel geld verdienden, maar ook goed geld verdienden. Fabrikanten, grote winkeliers en dergelijke. Die hadden hun trefpunt niet in de grote sociëteit, want die was zelfs voor die groep, voor de fabrikanten, te deftig. En die hadden de buitensociëteit. Dit plaatje is misschien wat lastig te plaatsen. Links zie je eigenlijk het echte begin van de West-Luiderse straat. Dat stuk dat nu ook voor een deel gewoon niet meer voor verkeer toegankelijk is. Er was dus nog een afrit vanaf de dijk naartoe in die tijd. Je staat hier eigenlijk ongeveer op de plaats waar nu de hele grote rotonde is. In de Nieuwe Tielseweg. Een rotonde coupure is in de Nieuwe Tielseweg. Dus dat gebouw stond echt op het hele eind van de West-Luiderse straat. Met een front naar de straat en een front naar de dijk. En had dus net als de grote sociëteit ook zicht op de rivier. Dit is de veranda van de buitensociëteit. Waar dus de fabrikanten, winkeliers, de apotheker, dat soort volk. Ze verzamelden zich daar bijna dagelijks om een borrel te drinken en ook met elkaar waarschijnlijk ook zaken door te spreken in dit geval en waarschijnlijk ook politiek. Dat is het nadeel van sociëteiten. Je kunt er redelijk, ik heb van allebei die sociëteiten de geschiedenis redelijk in mijn hoofd, maar wat er echt besproken werd, werd nooit vastgelegd. Maar dit is de buitensociëteit die maatschappelijk ook wat meer open stond voor andere activiteiten. Maar de sociëteit heeft het uiteindelijk niet gered. In 1936 is die gesloten. Dit is het einddiner van de buitensociëteit in 1936. Die was dus niet meer levensvatbaar. Het is gefuseerd met de grote sociëteit. Die was ook eigenlijk nauwelijks nog levensvatbaar, maar samen ging het nog net. Het gebouw van de buitensociëteit, wat op zich een mooi gebouw was, is in 1938 verbouwd tot wat met een prachtig woord heette het Waalpaviljoen. Dat was dus eigenlijk een zomeruitgaansgelegenheid voor recreanten en ook restaurant erbij. En dat is In 1939 is het totaal afgebrand en nooit meer herbouwd. Dus het was net voor de oorlog, was het ook als gebouw verdwenen. Is jammer. En ja, nu zou daar niks meer kunnen staan, want nogmaals, de verkeersweg loopt er dwars doorheen. Dat is de plaats waar de rijken van Tiel, want zo durf ik het toch wel uit te drukken, bijeenkwamen en waar dus waarschijnlijk nog meer beslissingen genomen werden in die sociëteiten dan in het stadhuis. De liberalen hadden ook in Tiel hun eigen krant. Begon in 1844 als Tiels Stads- en Arrondissementsweekblad. En werd voortgezet na een tiental jaren onder de naam Nieuwe Tielse Courant. En die heeft nog tot 1981 bestaan. Hier was het nog een weekblad. Op een bepaald moment 3 dagen per week, uiteindelijk een dagblad. En heeft dus uiteindelijk het loodje gelegd in 1981. De liberalen hebben
ook hun eigen visie op onderwijs. En die vonden in tegenstelling tot andere zuilen dat onderwijs gemeenschappelijk moest zijn. Dat de overheid moest zorgen dat er scholen waren voor goed onderwijs. Wel vanuit een christelijk beginsel, maar niet vanuit een bepaalde religieuze stroming. En zo zijn er dus scholen. In Tiel heb je de lagere scholen A, B, C en D, die dus eigenlijk in volgorde steeds duurder werden. En een vorm van, laat ik maar gewoon zeggen in het begin, voortgezet lager onderwijs, meer uitgebreid lager onderwijs, betekent MULO. Dat was eigenlijk een eerste vorm van opleiding die kinderen konden krijgen. En wie dan het kon betalen, want die bedragen die waren voor een gewone Tielenaar niet op te brengen, dan kon je naar de HBS, wat voor hogere burgerschool staat, en het gymnasium, wat natuurlijk nog een slagje deftiger was. Dus in die zin, ook in die opleidingen zat standsverschil, maar de liberalen hadden het idee dat de kinderen niet naar religie gescheiden moesten zijn. Dat heeft eigenlijk geleid tot de opkomst van de zuilen bij de protestants-christelijke en de katholieken, want die vonden dat kinderen in hun eigen zuil moesten worden grootgebracht. En dat heeft tot een strijd geleid die men de schoolstrijd noemt, die geduurd heeft van eigenlijk 1848 tot 1917, steeds toenemende sterkte, en die uiteindelijk geleid heeft tot een financiële gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs, waardoor tot op de huidige dag in Nederland je scholen kunt stichten, en die worden dan ook de overheid betaald, van een bepaald uitgangspunt. Dat zijn dus tegenwoordig naast de officieel nog katholieke en protestants-christelijke scholen, bijvoorbeeld ook islamitische scholen in Amsterdam, nog een Joodse school. En die worden net zo gefinancierd als het openbaar onderwijs. Tot 1917 was dat niet zo. En de liberalen hebben zich met hand en tand verzet tegen die gelijkstelling. De liberalen hadden een soort sociaal gevoel, wat vooral, ze noemen het vooral paternalistisch. Dus wij beteren. Wij beteren moeten op een gegeven moment ons bekommeren om de wat mindere standen. En dat leidt dan bijvoorbeeld met name tot de maatschappij en het departement in Tiel van de maatschappij tot nut van het algemeen. Die hebben deze grote school gesticht die aan de oliemolenwal stond. Aan de rechterkant, zeg maar, kun je je voorstellen, daar ligt nu, om het te plaatsen, het magazijn van Oostendorp, van de winkel Oostendorp. En dan naar links, dat is dat hele stuk oliemolenwal. In de loop van de tijd, tussen 1898, toen ze ermee begonnen, en 1939, toen de laatste grote verbouwing was, was de ambachtsschool, zoals het heette, eigenlijk de eerste kans voor ook arbeidersjongens om dan een behoorlijke opleiding te krijgen. Een vakopleiding uiteraard. Maar dat was duidelijk van bovenaf door de maatschappij tot nut van het algemeen gesticht. Een soort indirecte liefdadigheid. Hier is de lerarenkorps in 1939 onder leiding van directeur De Graaf. Het lerarenkorps van de ambachtsschool aan de Oliemolenwal. De school is in de oorlog verwoest. En na een hele lange noodvoorziening aan de Beatrixlaan is er pas in 1968 aan de Teisterbandlaan, toen heette het onderhand al LTS en later VBO, voorbereidend beroepsonderwijs, is dat gekomen aan de Teisterbandlaan, waar nu nog die grote flat staat, die binnenkort dan ook gaat verdwijnen. Ook typisch paternalistisch de woningbouw. Een mooi voorbeeld in 1860... een rijke Tielenaar, ook lid van Provinciale Staten, die huisjes voor armere mensen bouwt aan, toen toch volledig aan een buitenweg, de Grote Brugse Grindweg. Hogendijk,
Van Domselaar heette de man, Hogendijk van Domselaar. En deze huizen staan er ook nog. De Hogendijk Stichting. Maar dat is ook weer typisch een voorbeeld van iemand die geld heeft en dan voor de arbeiders iets doet. Op zich goed bedoeld, maar wel altijd heel bevoogdend. Deze penning, daar zijn verschillende varianten van. Maar die geeft het ook wel weer dat daar zelfs penningen werden geslagen ter ere van meneer Hogendijk van Domselaar, lid der Staten van Gelderland. En dat er dus echt bouw van 70 woningen voor den ambachtsstand 1860. En de afbeelding van het complex zoals het er nu eigenlijk meer een deel nog is. Die penningen die zijn wat varianten van. Maar die geven dus toch wel ook een beetje een beeld van hoe belangrijk zoiets gevonden werd. In een later stadium, namelijk vanaf 1911, is ook de maatschappij tot nut van het algemeen zich voor de volkswoningbouw gaan interesseren. En die bouwen dan aan de Heiligenstraat het complex van de Nutstichting met Badhuisplein. En dat is ook wel een beetje een tegenwicht tegen het feit dat de katholieken met name dat zelf gingen doen. En dan natuurlijk ja, aan arbeidershuizen bouwden, waar je alleen maar in kwam als je ook zondags in de kerk kwam. En het grote verschil, wie in het Badhuisplein een woning kreeg, ja, die werd niet gescreend op zijn religieuze gezindheid. Dat is in ieder geval ja, hoe van bovenaf dat geregeld werd. Nou, dan gaan we naar de volgende zuil. Ik heb geprobeerd daar een tint oranje aan te geven, omdat de protestanten zich ook zelf graag met oranje manifesteerden. Zij zijn natuurlijk de dragers van de monarchie vanaf 1815. En dat is dus ook, daarom begin ik ook maar even met een plaatje van een Koninginnedag. Weet niet precies welk jaar, maar ik denk dat het zo'n beetje 31 augustus 1910, 31 augustus was tot 1948 de Koninginnedag. Het verjaardag van koningin Wilhelmina. Ook heel handig, want het was ook meteen de laatste dag van de zomervakantie. Dus dat was bijna ideaal. Dit is de Hoogeindse straat, wat nu natuurlijk merendeels een winkelstraat is. En je kijkt hier op de bouw die eigenlijk in het verlengde ziet. Dat was het café van Ringelenstein op de wat toen nog Veemarkt, tegenwoordig Hasselmanplein heet. En daar met een luifel. Dat is de voorloper van Hotel Telkamp dat daar gestaan heeft. Tegenwoordig staat daar een bankgebouw van de ABN. Dat is dus, was dat Ringelenstein speciaal voor mensen die in Tiel naar de markt kwamen. Dat lag natuurlijk ook bij de Veemarkt. Maar hier zie je dus een heleboel kinderen vooral, die op een Koninginnedag kennelijk feestelijk zijn uitgedost en toevallig de fotograaf treffen. En dan gingen ze allemaal klaarstaan wat die fotograaf had. Daarom zie je dat ook op ansichtkaarten. Altijd van die groepjes mensen. Die fotograaf had altijd een 10 minuten, een kwartier nodig om zijn camera neer te zetten. En dan gingen de mensen allemaal keurig staan om op de foto te komen. Maar dit vond ik een beeld wat een beetje paste bij het protestante denken van oranje gezindheid. De kerk, de hoofdkerk van Tiel was in 1579 aan de protestanten gekomen. In de tijd van de Nederlandse Republiek heette dat de gereformeerde kerk. Maar na 1815 heette dat de Nederlands hervormde kerk. Dat was dus de protestante hoofdkerk van Tiel. En die was eigenlijk qua denken in de Calvinistische richting tamelijk vrijzinnig. Overigens waren ook de meeste liberalen, die waren ook qua religie Nederlands hervormd. En dan zou je kunnen zeggen niet al te fanatiek, dus wat vrijzinnig. Dat is de hoofdkerk. Hier het interieur met het orgel en de preekstoel, dus typisch protestant kerkinterieur. Het beeld is van overigens een halve kerk, wat de mensen die de stad kennen weten.
Bij de Reformatie heeft men besloten het eigenlijk kort daarvoor verwoeste koorgedeelte om dat niet te herbouwen. En daardoor is het gebouw van binnen bijna vierkant geworden. Wat voor de protestanten dienst. Je ziet hier mooi die banken ook in een soort carré rond de preekstoel staan. Dat is bijna ideaal voor de protestante diensten. Zo zag de kerk eruit na de oorlog, in begin mei 1945. Als je goed kijkt, zie je op de hoeken van de toren hokjes staan. Dat waren Duitse wachthokjes tijdens de Duitse bezetting in 1944-45 gebruikt. En dat trok natuurlijk het geallieerde vuur van de overkant aan. Waardoor de toren totaal, er is een hap uit die zo groot is dat het ook niet stand gehouden heeft. Hij is ingestort op 12 mei 1945 en pas in 1963-64 herbouwd. En dan heb je dit beeld dat niet wezenlijk anders is dan zoals je het nu zou kunnen zien. Met uitzondering van het feit dat dat witte op de straat, dat heet nou sneeuw. Vroeger had je dat. Dan hadden de protestanten uiteraard ook hun eigen verenigingsleven, want dat hoort ook heel duidelijk bij de zuilen. Dat je zorgt dat de mensen in eigen kring vertier konden hebben, opleidingen konden krijgen, cursussen konden krijgen, noem het maar op. En hadden daar dus ook eigen gebouwen voor. Helemaal links op deze afbeelding is het gebouw Gustaaf Adolf. Wat aan de Konijnenwal in de 19e eeuw gesticht is. En dat was dus eigenlijk het centrum voor de protestanten Tielenamen. De toneelzaal enzovoort. Wat er allemaal zo al aan te pas kon komen. Het ging overigens veel verder dan alleen dit soort gebouwen. Verenigingen van ook toen de sporten opkwamen in het begin van de 20e eeuw. Ging dat ook volgens de zuilen. Waaraan bijvoorbeeld de naam RKTVC nog herinnert, Rooms-Katholieke Tielse Voetbalvereniging. De club zal het wel zijn, TVC, ja. Maar dat Rooms-Katholiek, dat vind je dan nog vaak terug. Protestanten zetten dan vaak christelijke zus of zo voor hun verenigingen. Dus dat gebouw Gustaaf Adolf, dit is ook een onderdeel dat men ook onderling aan solidariteit deed en dat dus een verplegingsfonds en een ziektekostenverzekering en dergelijke, dat in eigen zuil gebeurde en dat je dus ook zeker wist dat je als protestante kraamvrouw ook een protestante verpleegster kreeg voor die eerste dagen. Dat is algemeen bij ouderen zeker bekend. De eerste 10 dagen was er kraamhulp aan huis. En dat ging in de eigen kring. Dan moest je echt zoeken bij de protestanten als je protestant was. Want je kon je kind toch niet laten verzorgen door een katholieke of een niet-gelovige. Dus in die zin, dat gold voor elke zuil, dat je dan eigenlijk zocht in je eigen kring voor alle verzorging. Dat ging nog verder, dat zullen we zo zien. Maar je ziet in 1912 opgericht de protestantenvereniging Gustaaf Adolf, met althans het verplegingsfonds daarvan, met ook een verzekering waar dan netjes wekelijks geld voor bij opgehaald werd bij de leden. Hier is bestuur van de vereniging Gustaaf Adolf en dat zijn dus gewoon prominente protestante Tielenaren. Wat overigens, dat waren dan natuurlijk weer de notabelen uit de protestantengemeenschap. De voorzitter, dat was Van Ooyen, die ook een drukkerij had hier in Tiel. De grote protestante drukkerij zien we hier uiterst rechts op de aanzicht van de Weerstraat. Dit is een beeld vanuit van de Weerstraat in de richting van de Groenmarkt. Het grijze gebouw in het perspectief van de straat, dat is waar nu ongeveer Hart van de Betuwe is gevestigd, op die hoek. En helemaal rechts zie je in de straat het kantoor, maar daar zit dus ook de drukkerij van de Gebroeders Campagne.
Dat is ook de uitgever van deze aanzichtkaart. Maar ze staan ook, die twee mannen rechts, dat zijn ze ook. De gebroeders, Campagne, Cornelis Albertus en Karel Anton, Campagne, die daar de drukkerij hadden. En die waren uitgever, om te beginnen, van de protestants-christelijke krant. Dat was eigenlijk in de 19e eeuw de grote concurrent van wat we straks zagen met het Tielse Weekblad. Zij gaven een kleiner krantje uit wat het Tielse Weekblaadje heette. 1843 begonnen, dit is het vierde nummer ervan. En dat is overgegaan, ook weer net als het Weekblad van de Liberalen, werd dit een krant die de naam kreeg Tielse Courant. Die heeft het langer volgehouden, tot ver in de jaren 80 onder de naam Tielse Courant. Ik ben er nog op geabonneerd geweest in de begintijd, dat ik in Tiel kwam wonen. Dat werd later het Dagblad Rivierenland en dat is, ik weet het niet precies op het jaar af, maar ergens in de jaren 90 teloor gegaan en min of meer opgegaan in de Gelderlanden. Maar dat is dus eigenlijk de protestants-christelijke pers, die dus ook weer zijn eigen kranten had. De Gebroeders Campagne gaven ook dit uit. En dat was een landelijk blad. Je ziet het aan de kreet opwekking boven de titel al. Met wij beleven dagen van spanning, van zeer onrustige spanning, protestantse broeders. Nou ja, dat is de hele toon van dit blad. En als je naar de rechterkolom kijkt, dan zie je ook waar Tom ging in de vierde regel. Weg met de Jezuïeten. Het waren dus, de fakkel was eigenlijk een van de felste antipapistische, anti-katholieke kranten in Nederland. En Tiel was dus ook een centrum, althans bij deze groep van antistemming tegen de Roomse, zeg maar. En de fakkel was dus een blad dat echt gelezen werd door de felste protestanten van Nederland. Wat dat betreft overschaf Campagne nog veel meer uit. Ik heb ook een boekje dat heet De Zwarte Non. Dat was dan het zwart maken letterlijk van de katholieke religieus. Dus dat ging van Tiel uit heel sterk. Ook spotprenten die hier gedrukt zijn, onderschat dat niet. Hier hebben we de jongerenbeweging, want ook natuurlijk de jongeren die worden in eigen kring. Dit heet de Jonge Garde, opgericht in 1932, vrij laat dus. En ze nemen hier in 1935 afscheid van hun leider, dominee Wissing, die op dat moment naar de Wereldraad van Kerken, Wereldbond van Kerken verhuisde. Dus dat is eigenlijk een mooie groepsfoto van protestantse jeugd. Dan gaan we, u ziet dat de kleur een beetje verschoten is, maar we blijven wel in de protestante kringen. Net hadden we de vooral vrijzinnigen die kerkten in de Sint Maartenskerk. Maar deze dames, de dames Spiering, die hadden dus, die waren eigenlijk de voorvrouwen, moet ik zeggen, van de rechtzinnige stroming in de protestante gemeenschap, in de Nederlands hervormde gemeenschap. Zij bleven binnen de Nederlands hervormde kerk, maar in een hele aparte eigen richting. Hebben zich dus niet zoals de gereformeerden afgescheiden, hadden wel alles weer voor zichzelf, van zichzelf. En dat konden deze letterlijk betalen. Zij hadden een vermogen geërfd, waarmee zij dus vooral zinnige protestante gemeenschap stand hielden, maar ook degelijk met een sociaal gevoel. Ik nog verstaanbaar ben, maar ik kreeg net dat mijn internetverbinding instabiel was, maar ik geloof. Ja, is nog luid en duidelijk, wat mij betreft. Okay. Ik kreeg net een beeld. Ja, het haperde heel eventjes. Oh, oké. Okay. Nou, dat in ieder geval, deze kerk in de Gasthuisstraat hebben de dames laten bouwen, de Ebenhaar Ezerkerk, en daarmee was het dus eigenlijk
ja, een letterlijk ook fysieke scheiding tussen vrijzinnigen en rechtzinnigen. Want degene die hier kwam. Ja, nu val je even weg, Emiel. Oh, nog steeds? Ja, het geluid hapert een beetje. Misschien kun je de laatste twee zinnen die je even herhalen, want die waren niet te verstaan. Ja. Dit is de Ebenezerkerk in de Gasthuisstraat. Met een gebouw een soort vereniging was voor de rechtszinnigen. Nou ja, dat was dus helemaal afgeschreven. Hier, deze kerk heeft er gestaan tot begin jaren 80 en is toen gesloopt. Je ziet hier de sloopfoto van Eben Haezer. Op zich een mooi gebouw, maar eigenlijk een van de eerste kerken in Tiel die weer verdwenen zijn. En de protestante gemeenschap is dus eigenlijk pas ver na de oorlog weer tot een eenheid geworden. Dames Spiering waren toen uiteraard allebei al lang overleden. Dit is de jeugd waarvan ik ook zei, iedere groep had dat. Dit heet de Christelijke Jongelingsvereniging. En dat was dus ook in dat gebouw Ons Huis, kwamen die bij elkaar. En ja, ik weet niet, misschien dat sommige van de mensen die meedoen daar ook in hun jeugd vertoefd hebben. Ik heb in het algemeen beelden dat daar bijbelcursussen waren en dat soort zaken. En dat het er niet erg vrolijk aan toe ging, laat ik het zo maar zeggen. Wat ik overigens niet wil zeggen dat dat in de katholieke opleidingen wel ging. Maar hoe dan ook, de Christelijke Jongelingsvereniging is typisch een voorbeeld dus van de rechtzinnige protestanten die daar wekelijks avonden hadden in het gebouw naast Eben Haezer. Dan, wat een van de grote daden van de dames Spiering is, is dat zij het protestants-christelijke ziekenhuis Bethesda hebben gesticht in 1910-1911. Dat gebouwd is aan de Stadsgracht, vlakbij de Sint Maartenskerk. Dat is op deze heel goed te zien, hoe het ligt. En daar waren dus, ja, ze noemen het hier op de ansichtkaart, noemen ze het diaconessenhuis. Maar het was dus het protestants-christelijke ziekenhuis Bethesda, waar de protestanten dan protestantenzieken werden ondergebracht. En we zullen straks bij het vervolgdeel zien dat de katholieken, dat die daar dus niet heen gingen, dat die hun eigen richting hadden en hun eigen ziekenhuis, het Andreas ziekenhuis, bij de katholieke kerk. Dus dat je zelfs op het ziekbed nog gescheiden was. Je bent kennelijk katholiek anders ziek dan wanneer je protestant bent. Ik zou een heel verhaal kunnen vertellen, maar daar ontbreekt mij nu de tijd. Hoe zelfs bij de evacuatie van zieken in de Tweede Wereldoorlog in 1944 er een scheiding gemaakt werd en hoe de protestanten onderdak kregen op Marienwaard, terwijl de katholieken in eerste instantie maar moesten zien waar ze bleven en belanden in Maria Kroon in Culemborg. Dus zelfs gescheiden nog geëvacueerd werden. En ik kan er nog andere verhalen, maar dat zal ik nu maar even niet doen, want dat is die thema niet. Maar, of ja, eigenlijk wel het thema, maar de tijd ontbreekt me een beetje. Ook nog tot de protestante zuil gerekend, maar daar ga ik nu verder niet uitgebreid op in. Ik zal er even wat over zeggen. Zijn de gereformeerden, die eigenlijk niet zozeer in Tiel zelf als wel in de dorpen ten oosten van Tiel wortel hebben geschoten. Er was een gereformeerde gemeente in Tiel al in 1853 en die heeft dus eigenlijk hier ook een eigen kerk gehad in het Scheidingsstraatje, in midden in de stad. Zij zijn eigenlijk in Tiel in de 20e eeuw een beetje ondergesneeuwd door de bevindelijke protestanten van de dames Spiering. En zij werden daar eigenlijk een beetje gebruikt als aanvulling voor bijvoorbeeld het schoolbestuur van de protestants-christelijke Wilhelmina school, die in 1904 letterlijk gekocht werd door de dames Spiering. Daar te weinig leerlingen zou hebben als het alleen maar van rechtzinnige protestanten hervormden moest komen. En werden dus een mengsel van in het schoolbestuur
drie mensen van de Nederlands hervormde rechtzinnigen en drie van de gereformeerde kerk. Maar de werkelijkheid was dat de dames Spiering, voorzitter en penningmeester dus ook alles konden regelen daar. De gereformeerden hadden dus wel hun eigen kerken, maar ja, waarschijnlijk gewoon te weinig geld om een hele eigen zuil te bekostigen. Nou, daarmee heb ik, zoals ik beloofde, twee zuilen gehad. Dit ziet er wel heel felgeel uit, de Rooms-Katholieken, en dat is dan iets wat ik nu maar in beeld laat staan. En ik wou eigenlijk dus nu pauzeren tot 9:50. En ga nu door met de katholieken. Als het goed is heb je een beeld in van de oude katholieke kerk, die niemand van u meer gekend heeft. De katholieken hadden natuurlijk een hele aparte positie. Bij de reformatie van in Tiel dan 1579 was het de Sint Maartenskerk in protestante handen. Het werd op termijn ook niet meer toegestaan om de katholieke godsdienst in het openbaar te beleiden. Je mocht wel binnenshuis katholiek zijn, maar ook niet veel meer dan dat. Overheidsfuncties waren gesloten. Het was lastig om bijvoorbeeld lid van een gilde te worden om officieel een ambacht uit te oefenen enzovoort. In 1796 werden in Nederland officieel de godsdiensten aan elkaar gelijkgeschakeld. Werden dus de voorrangspositie voor de protestanten, voor de gereformeerde kerk, werd afgeschaft. Maar het duurde tot laat in de 19e eeuw voordat de katholieke gemeenschappen in Nederland en ook in Tiel hun zelfvertrouwen weer wat teruggewonnen hadden. In het algemeen was het katholieke volksdeel tot midden 19e eeuw toch vooral arm. En in Tiel was het tijdens de Republiek voor ze verboden geweest om binnen Tiel te wonen. Dus ze woonden eigenlijk net buiten de stad onder Zandwijk, waar ook tot 1835 het kerkhof was van de vroegere Zandwijkse kerk op de hoek van de Nachtegaallaan en de Grote Brugse Grindweg. En daar zijn dus eigenlijk ook, daar werden dus ook de katholieken begraven op het wat heette Zandwijkse kerkhof, tot ze aan de J.D. van Leeuwenstraat hun eigen kerkhof kregen, de katholieken in de 19e eeuw. Maar de kerk, de katholieken die hebben alweer vanaf 1631, half in het geniep, maar vooral eigenlijk door overheidsfunctionarissen om te kopen, hadden ze schuilkerken, oorspronkelijk aan het Kalverbos vanaf 1702 op de eigenlijk op het voormalige kerkhof van de Sint-Walburgkerk, die inmiddels gesloopt was, op de hoek van het Sint-Walburgkerkpad en de Binnenmolenstraat, zoals dat tegenwoordig allemaal heet. Daar hadden ze een huis in 1818 verbouwd tot wat echt een kerk leek. En in 1860 is daar deze kerk gebouwd, die op deze afbeelding staat. Even ter oriëntatie, je kunt het eigenlijk al zien doordat je de Sint Maarten in de verte ziet liggen. Voor dit gebouw langs, dus waar die twee mensen lopen, dat is het huidige Sint-Walburg-Kerkpad. En wat je niet kunt zien aan de linkerkant, daar is later het gymnasium verrezen, wat nu gymnasium heet. Dus dat was dus de achterkant van het gymnasium, heb je een beetje idee. Dit stond dus net andersom dan de huidige katholieke kerk, met het front eigenlijk helemaal naar de andere kant. En op de hoek waar nu de kerkingang is, daar was juist de pastorie. Dus dat was de katholieke kerk. Kerk zie je hier op een iets later op een ansichtkaart. De vorige was uit 1865, deze is van rond 1910. Inmiddels hadden de katholieken tegenover de kerk hun eigen ziekenhuis gekregen. Wat gebouw staat er ook nog, dat is het Andreas Gasthuis.
En je ziet dat de kerk dus eigenlijk aan dat pleintje lag, dat er nu nog is. Maar dat waar toen de kerk stond, staat nu eigenlijk, ja, zeg maar de pastorie, nu het parochiecentrum van de Dominicus, toen Dominicus parochie, tegenwoordig natuurlijk deel van de Sint-Bertus parochie. Dat is dus de ligging van de katholieke kerk. En het interieur van de katholieke kerk was typisch zoals een katholieke kerk hoort te zijn, met beelden, een mooi versierd altaar enzovoorts, communiebank. En dit is dus eigenlijk een mooie interieurfoto uit de beginnende 20e eeuw, 1903 is deze kaart, zoals je ziet, verstuurd. Dit zal dus het beeld uit 1902 zijn van het kerkinterieur. Maar typisch katholiek beeld, zoals het gewenst was. De katholieke gemeenschap werd eigenlijk, dat zullen we zo zien, door een aantal vooraanstaande leden in stand gehouden. Niet zoveel anders dan dat bij de protestanten het geval was. De kerk, waar we het net naar zagen, je zag net dat gekke torentje. Dat is bij het afbranden van verf in 1938 is dat in brand gegaan. Het houten skelet van dat torentje. En daardoor is de hele kerk door brand verwoest in 1938. Een beroemde foto is deze. De brandweer van Tiel had op zich helemaal niet zo'n slechte uitrusting. En waren heel trots op hun zogeheten Magiresladder. Die je hier ziet. Maar waar je ook meteen bijna de machteloosheid, want je ziet dat ze geen schijn van kans hadden met die ladder, tot op de hoogte van het torentje te komen. En dat dus eigenlijk de bluswerkzaamheden, waar men echt fanatiek mee bezig ging, volkomen kansloos waren. De kerk is totaal uitgebrand. Dat is later nog heeft tot allerlei discussies bij de gemeente en de brandweer geleid van, hadden we dat niet kunnen voorzien? Maar goed, dat is dan buiten het verhaal verder. Na dat uitbranden zag het er zo uit. Het was dus inderdaad puur rijp voor de sloop, 1938. En zoals het in het toenmalige katholieke Nederland ging, werd er heel snel links en rechts en overal bij elkaar geld gebedeld om vooral weer nieuw te kunnen bouwen. Overigens ook wel weer een teken van de verzuiling. Toen de Dominicuskerk afgebrand was, vanuit de Sint Maartenskerk, waar men toch wel echt mededogen had, het aanbod werd gedaan om de missen tijdelijk in de Sint Maarten te houden. En dat men ervoor koos om ze te houden in de kapel, waar denk ik 20 mensen in konden, de rest buiten moest staan, op het katholieke kerkhof. Dus in die zin zie je ook dat van alle kanten, ja, men zo weinig mogelijk met elkaar te maken wil hebben. Zelfs in tijd van nood nog niet zegt, we gaan naar de Sint Maarten toe. Ja, dan moet die kerk gewijd worden en weet ik wat. Dus dat doe je dan weer allemaal niet. Zo werkte dat in die dagen. Dit is gesloopt. Deze foto die is het ontwerp van de nieuwe kerk. Die ook inderdaad daar gebouwd is in 1939-1940. Hij is net na het begin van de oorlog, najaar 1940, is die in gebruik genomen. Dit is een foto van de wijding van de klokken, de kerkklokken, voordat ze in de toren werden gehesen. De priesters van de Dominicuskerk waren paters Dominicanen. Dat is op zichzelf niet heel vanzelfsprekend, maar Tiel was al van 1631 af. Als kerkgemeenschap, als parochie, was het in bezit van de Dominicanenorde, die hier ook een officieel dan een klein kloostertje hadden, waar de priesters uitkwamen, en een wat groter klooster met zusters Dominicanessen, die ook het katholieke onderwijs voor een deel in stand hielden. Dus dat was duidelijk het Dominicaanse karakter van de Tielse katholieke kerk.
dat overigens geduurd heeft tot 1997. Toen pas zijn de Dominicanen uit Tiel weggegaan en ja, de laatste Dominicaanse pastoor Bert Robbe, die is nog steeds in Tiel woonachtig. Dat is dus de nieuwe kerk, de kerkgemeenschap. Nou, dit is typisch natuurlijk een Dominicaanse pater die aan het lezen of aan het bidden is. Ik denk aan het lezen, aan zijn houding te zien. Pater Piels, een wat merkwaardige naam, maar een enthousiaste en fanatieke priester. Dat verschilde natuurlijk nog alles. Die heel veel betekend heeft voor de organisatie van de katholieke gemeenschap in Tiel, voor het verenigingsleven, maar ook voor het zorgen voor een eigen krant. Daar kom ik zo op, dat een katholieke pers kwam en dat dus op die manier de katholieke gemeenschap ook zijn eigen stem kreeg, die dan uiteraard vooral voor de eigen mensen bedoeld was. Dat is een typisch voorbeeld van de verzuiling. Ik denk niet dat de Waalbode, de katholieke krant, dat die door protestanten ooit gelezen werd. Je las je eigen pers en bleef dus, in de huidige termen gezegd, in je eigen bubbel. Ik zie een chat. Dan zegt er was een Franciscanenklooster in Tiel. Niet dat ik weet, Ans. Het waren Dominicanessen, naar mijn weten hier. Dus dat zou ik op moeten zoeken. Maar in ieder geval niet in de tijd dat ik het weet. Ja? Pater Piels dus is de grote man geweest, ook van de sportverenigingen en dergelijke, maar ook van de krant, die gedrukt werd door, zullen we zo zien, de drukkerij Sint Maarten. Dit is gelegen naast de kerk, de school aan de Binnenmolenstraat, die wij kennen als de Catharina-school. Hier nog één verdieping en later een tweede erop gezet, want de kerk streefde naar veel kinderen, laat ik me gewoon zo zeggen als het is. En dus was er al heel gauw tekort aan ruimte in de katholieke school. En ja, toen is er een verdieping opgezet en later is er nog een tweede schoolgebouw, wat dan vooral ook voor de katholieke ULO gebruikt werd, aan de zijweg van wat toen nog allemaal Lingendijk heette gebouwd, de Thomas van Aquino school. Het is mooi merkwaardig dat op deze kaart Thomas van Aquino staat. Je komt het wel eens vaker tegen, maar officieel is die heilige heet de heilige Thomas van Aquino. Dat schoolgebouw staat er ook nog. Dat zijn dus de katholieke scholen. Waar de katholieke kinderen heen gingen, ook weer volkomen gescheiden, ook qua gedachtegoed van de andere gemeenschappen. En daar was de katholieke, die natuurlijk een zeer hiërarchische structuur hadden met de bisschoppen en de organisatie in parochies, daar werd ook van hoger hand, vanaf Rome tot en met de plaatselijke bisschoppen en dekens, werd dat bevorderd. Dat er zo weinig mogelijk was waar men gemengd bezig moest zijn. Gemengd was dan niet zozeer jongens en meisjes samen als katholieken en protestanten samen. De katholieken, en dat is heel bijzonder, hadden ook eerder dan de protestanten in Tiel een eigen ziekenhuis. Het Andreas Gasthuis genoemd, dat staat er ook op. Als u bovenaan kijkt, Andreas Gasthuis, dat bord is er ook overigens nog, dat opschrift, en dat anno 1900. Dat zijn prachtige Jugendstil-uitingen aan dit gebouw, heel mooi eigenlijk aangebracht en gelukkig ook monumentaal beschermd. Maar het opmerkelijke dat de katholieken, die toch eigenlijk een minderheid waren, en van oudsher was de gemeenschap vrij arm, dat die eerder een ziekenhuis hadden en dat de protestanten dat is pas 10 jaar later tot stand brachten. Hier nog een mooie, bij nog datzelfde gebouw van het Andreas Gasthuis, later Andreas Ziekenhuis geheten en nog veel later, maar dat hebben velen van u waarschijnlijk die in Tiel woonden meegemaakt.
dat aan de achterkant aan de Sint-Walburg buitensingel eigenlijk het hoofdgebouw gekomen is, wat intussen alweer helemaal verdwenen is. Dat is het katholieke ziekenhuis. En dan heb je dus eigenlijk, we zullen dat zo op een mooie luchtfoto zien, hebben we dus een echte katholieke hoek in Tiel. Dit geeft eigenlijk aan hoe dat kon, dat je een eigen ziekenhuis kreeg. Je ziet hier uiteraard de pastoor als eerste staan, en ze hoort dat ook. Maar je ziet het Rooms-Katholiek parochiaal armbestuur. Dan de president is meneer Sporenberg. En de onderste naam van de armmeesters zal u ook niet onbekend zijn. Sporenberg en Daal erop waren tegen de eeuwwisseling twee heel grote katholieke fabrikanten die eigenlijk met hun geld de katholieke gemeenschap hebben geholpen in de materiële opbouw. En dat is de reden dat dat ziekenhuis er zo snel kwam. U ziet overigens als derde naam bij de armmeesters de secretaris Hunink. Dat was het hoofd van de Catharina-school. Dus dit zijn echt vooraanstaande katholieken. En vooral ook Sporenberg en Daal erop, vermogende katholieken die dit tot stand gebracht hebben. Dit bord schijnt nog op het ziekenhuis Rivierenland aanwezig te zijn. Maar dat weet ik eigenlijk niet helemaal zeker. Hier heb je een mooie opname, ik denk vanaf de Sint Maartenstoren genomen, van de katholieke hoek. En dan zien we dus heel duidelijk in de, je ziet de katholieke kerk met dat torentje in het midden. En dan tegenover het Andreas Gasthuis. En op de voorgrond zie je dus de Catharina-school. En tegen de kerk aan ook de pastorie. Dus eigenlijk heb je die hele hoek van de Binnenmolenstraat en het Sint-Walburg-kerkpad. Dat was dus de katholieke hoek van Tiel. Dus bijna letterlijk een fysieke concentratie van katholieken. Zoals je mogen aan de andere kant aan de Westluidense en Achmietenstraat bijvoorbeeld ook van de Joodse gemeenschap had, waar de synagoge stond en het huis van de rabbijn en de Joodse school. Dus dat zijn wel typisch ook dingen dat men ook dit soort concentraties van gebouwen van een bepaalde richting had. De katholieke hoek van Tiel. Hier nog even, omdat dat natuurlijk ook in de werkgelegenheid een rol speelde, het bedrijf van Daal erop aan de Binnenhoek, wat daar natuurlijk nog tot in de jaren 80 zijn plaats gehad heeft. En dat is uiteraard een zeer groot bedrijf geweest, dat ook, vooral ook toch wel bij voorkeur katholieke arbeiders aantrok in het begin van de 20e eeuw. En ook weer bijdroeg aan de katholieke volkshuisvesting in diezelfde omgeving. Dat is dus duidelijk. En dat Sporenberg, die had zijn fabriek waar nu het complex staat tegenover het Hertenkamp, het West-Luinse Poort geheten, dat appartementengebouw, daar stond de andere grote fabriek. Dat was dan meer chemisch en verf en dat soort zaken, Verwij en Sporenberg. Dan is hier de drukkerij, de katholieke drukkerij Sint Maarten. Dit overigens een voorziening van net na de oorlog, een tijdelijke voorziening. En die drukte vanaf oorspronkelijk 1908. Het begon dat als weekblad en later ook weer zo'n krant die drie dagen in de week verscheen. En de Waalbode als de katholieke krant van Tiel, die het dus typisch voor de katholieke gemeenschap gebruikt werd. Zo had je in Tiel dus drie, en dat is voor de historicus, kan ik u zeggen, een ideale situatie, drie elkaar fel beconcurrerende drie kranten, een protestants-christelijke, een katholieke en een zeg maar algemene, een liberale. En dat was natuurlijk ideaal, zeg ik voor de historicus, want je vindt dus de kleinste dingen vaak in de kranten terug, met plaatselijke correspondenten, met raadsverslagen die volledig bijgewoond werden en tot in detail in de kranten stonden. Dus
Ja, dat was natuurlijk een ideale situatie. Kom daar nou nog eens om. Dat is het, nog geen kantoor van de Gelderlanden meer in Tiel. Laat staan, een plaatselijke correspondent. Je mag nu je eigen foto's aanleveren. Dus zo werkt dat nu. Maar goed, dat is, zeg ik, als onderzoeksbron. Ze staan ook allemaal online bij het archief. Is dat ideaal. Dit ook weer voor de katholieke jeugd en het verenigingsleven. Het patronaatsgebouw, waarvan gelukkig bij de bouw van een appartementengebouw de voorgevel behouden is gebleven. In 1916 aan de Hoveniersweg gebouwd. In een stijl die je overigens wel van meer katholieke gebouwen in de landen tegenkomt. En ja, daar was dus het katholieke verenigingsleven geconcentreerd. En ja, Roomschen, dat zijn wij. Hè? Dat is het grote lied waar men dus trots op was. Om, ja, weer dat men weer helemaal letterlijk boven Jan was. Hier de, natuurlijk ook, dat is ook wel grappig als je zo'n foto ziet van katholieke kring. Zie je er altijd hier dan een pater dominicaan. En anders vaak gewoon een priester met een boordje. Want katholieke verenigingen hadden dus altijd een geestelijk adviseur. Die dus ook moest zorgen dat de vereniging zuiver in de leer bleef. De katholieke arbeidersbeweging, dus de voorloper van later NKV heette. Dat was dus de katholieke vakbond. En ja, daarmee probeerde men ook om de katholieke arbeiders weg te houden bij de socialisten. De katholieke wereld heeft heel lang geworsteld met hoe gaan wij nou om met sociale gelijkheid. En willen wij nou de socialisten steunen in de klassenstrijd. Want in het algemeen vanaf, er is in 1894 een pauselijke encycliek verschenen. Waarin toch wel heel fel het kapitalisme en het liberalisme werd aangevallen. En ja, dat zou betekend hebben dat katholieken konden gaan samenwerken met de socialisten. Dat wilde men nou juist per se niet. Want die waren juist weer heel antireligieus. Dus hebben ze hun eigen vakbonden en in sommige delen van het land nog weer een tussenvorm. Dan waren het geen vakbonden, maar volksbonden. Dat is een typisch iets wat in katholiek Nederland voorkwam, waar men probeerde om in samenwerking met tussen de arbeiders en bijvoorbeeld de middenstand te komen tot een geestelijke en materiële verheffing van de arbeiders. Het is een soort vorm die later in andere landen heeft geleid tot de ideeën van het corporatisme. En toen bestond het in Nederland eigenlijk al niet meer. Eigenlijk een vorm die veel gebruikt is later in fascistische landen. In Tiel was dus duidelijk wel een vakbond, maar de katholieke arbeidersbeweging wees uitdrukkelijk de klassenstrijd af, wat de socialisten nou juist bijna als kenmerk hadden. De katholieke gemeenschap heeft ook in Tiel de volkswoningbouw gepleegd. En hier hebben we dus een opname. Dat torentje staat er gelukkig sinds enige jaren weer. De Sint-Jozef-stichting. En ja, dat zijn typisch, ja, voor die tijd, zeg maar rond 1920, waren dit voor arbeiders, ja, riante woningen. Er zijn foto's van, ja, de volkswoningbouw die dus niet rond in de 20e eeuw gepleegd was. En waar je echt je niet voor kunt stellen dat mensen er konden leven. Dit waren nogmaals tamelijk riante woningen. Het is wel zo dus, wat ik al eerder zei bij de Nutstichting, zo'n Sint-Jozef-stichting, ja, dan moest je dus inderdaad gedoopt zijn, katholiek zijn en ook nog wel de controle dat je elke zondag trouw in de kerk kwam. Dat hoorde er wel bij. Je woonde dus ook, dat was natuurlijk eigenlijk dan wel weer een voordeel voor zo'n zuil, dat de katholieke arbeiders bij elkaar woonden. Dat was natuurlijk wel een gemak. Nou, dat is dan een zuil, de katholieke zuil. Dan hebben we de laatste, en die is natuurlijk niet voor niks rood. De
socialisten. Het is een wat lastiger grijpbare groep, omdat de socialistische stroming, die, nou zou ik maar gewoon zeggen van, zo hier in Tiel en ik denk in een groot deel van Nederland pas rond 1890 een beetje op stoom kwam, ook heel snel weer allerlei afscheidingen had en splitsingen had en ja, wat later leidt tot onafhankelijke socialistische partijen, communistische groeperingen, wat dan weer een andere, op basis van dezelfde leer een andere vorm werd. Maar het is dus inderdaad wat minder makkelijk om greep te krijgen op de socialistische gemeenschap. Maar hij was er dus duidelijk wel in Tiel. En in 1905 kreeg de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij hier ook zijn eigen afdeling. En dat waren dus de mensen die achter de rode vlag marcheerden. Op, ja, dus ook, wat ik altijd een prachtig verhaal vind, op 1 mei marcheerden de arbeiders van Tiel dan, de socialisten, door de Stationsstraat naar het station om in Amsterdam aan de betogingen deel te gaan nemen, de 1 mei manifestaties. En dan zetten de rabiaat liberale en antisocialistische Arondische mensenrechter van Rappard zijn kinderen. Die woonden aan de Stationsstraat, dat grote gebouw wat daar staat, dat pas een paar jaar geleden mooi gerestaureerd is. Daar woonde Van Rappard en die zetten zijn kinderen dan demonstratief met een grote oranje strik voor het hek om de socialisten uit te schelden die naar het station marcheerden. Nou ja, dat zijn dus spelletjes. Dat is een beetje speelse manier, maar het ging niet altijd speels. Het ging ook wel eens heel onvriendelijk, de strijd tussen de zuilen. Dit is een bekende socialistische voorman in Tiel. U ziet dat hij als onderwijzer in een klas staat en dat klopt ook. Het is de onderwijzer Kraai die in Tiel eigenlijk, hij had de bijnaam en niet ten onrechte, de rode onderwijzer. Die in Tiel dus uiteraard werkzaam was in het openbaar onderwijs. Ja, eigenlijk toch wel redelijk actief is geweest ook in die SDAP en in de strijd ook voor allerlei organisaties die dan vakbonden en dergelijke die dan in moesten zorgen voor het feit dat die arbeiders wat beter kregen. De socialisten waren van nature natuurlijk eigenlijk revolutionair, maar in Tiel heeft dat weinig aanhang gehad, ook bijvoorbeeld in 1918 niet. En je ziet dat het vooral in Tiel ging om toch wel acties. Er zijn een aantal toch redelijk pittige stakingen geweest om loonsverhoging te krijgen. En eigenlijk heeft alles wat zich in, ik zou bijna zeggen, in de wereld in het groot afspeelde, is in Tiel wel in het klein geweest met echt stevige stakingen die dan weer gebroken werden door de fabrikanten en dergelijke. Dat is natuurlijk een boek op zich waard. De socialisten hebben hun hoofdkwartier gehad in de dus net in het, je ziet eigenlijk recht hiervoor vanuit de Kleibergse straat het gebouw recht voor je liggen aan wat dan nog net de Weerstraat heet. Dat was het verenigingsgebouw Opwaarts. Helaas ook gesloopt na de oorlog. En de plek is wel heel goed herkenbaar waar het was, maar er is niks meer van over. Dat was dus het gebouw waar de socialisten konden vergaderen en waar dus ook socialistische organisaties konden zijn. De socialisten hadden in het begin vooral als hoofddoel het algemeen kiesrecht. Zij waren, en dat zit in de aard van het beestje, natuurlijk fel gekant tegen dat censuskiesrecht. Want daardoor hadden de meeste arbeiders niet eens stemrecht, konden niet eens voor hun eigen belangen politiek opkomen. En zo hebben de socialisten dus het algemeen kiesrecht tot hun hoofddoel gemaakt. En zo is dus het opmerkelijke dat in 1917 eigenlijk drie van de zuilen elkaar vonden tegen de liberalen.
dat namelijk de socialisten per se het algemeen kiesrecht wilden en de confessionele zuiden, de katholieken en de protestanten, het gelijkstelling van het bijzonder onderwijs op godsdienstige grondslag dus met het openbare onderwijs, dus gelijke financiering. En dat heeft geleid tot een beroemd compromis, wat men het monsterverbond noemde, omdat het natuurlijk eigenlijk tegengestelde partijen waren, de socialisten en de confessionelen. Maar 1917 de grondwetswijziging, die dus zowel het onderwijs gelijkstelde als het algemeen kiesrecht. En tussendoor ook nog het districtenstelsel afschafte, waardoor dus one man, one vote, zoals men het in goed Nederlands zegt, is tot stand gekomen. En ja, wat we nu eigenlijk nog kennen, het stelsel van evenredige vertegenwoordiging en algemeen kiesrecht, we hebben dat tot op de huidige dag. En hopen dat we dat in ieder geval, dat algemeen kiesrecht, ook zo houden. Dat is een, ja, eigenlijk wat de socialisten mee tot stand gebracht hebben, al in een vroeg stadium. Hier zien we wat dat tot gevolg had voor de Tielse politieke verhoudingen. Je moet voorstellen, tot en met 1915, die verkiezingen, daar waren dus eigenlijk de armere mensen uitgesloten van het kiesrecht. Dan zie je dus dat de enige zuil die ook maar enigszins erin slaagde om in Tiel iets meer te krijgen dan helemaal niks in de gemeenteraad, dat waren dan de katholieken, omdat die natuurlijk ijzingwekkend gedisciplineerd waren en op de Rooms-Katholieke partijen stemden, wat overigens niet eens partij heette heel lang. Het heette de Rooms-Katholieke Kiesvereniging. Later heette het Rooms-Katholieke Staatspartij, RKSP. Maar je ziet dat die dus eigenlijk ja, als enige tot en met 1910 in de raad kwamen, want de liberalen en de VDB, de Vrijzinnig Democratische Bond, dat was dan weer een liberale afsplitsing. Dus, en dan zie je de socialisten, ja, moeizaam één zeteltje in 1915. En dan komt het algemeen kiesrecht en dan is het volkomen andersom. Dan zie je dat de katholieken verdubbelen. Dus kennelijk zaten daar ook nogal wat armere mensen nog steeds bij. Maar de socialisten, ja, die zijn eigenlijk in één klap in de Tielse gemeenteraad de grootste partij. En dat is dus heel opmerkelijk. Want in 1919 was natuurlijk toch ook net de revolutiepoging van Troelstra geweest. November 1918. Maar dat heeft de Tielse arbeiders er duidelijk niet van weerhouden op de SDAP te stemmen. Heel lang is dat natuurlijk ook zo gebleven. Tot ver na de Tweede Wereldoorlog was natuurlijk ook de opvolger van de SDAP, de Partij van de Arbeid, de grootste in Tiel, soms met een absolute meerderheid in de raad zelfs na de oorlog. Maar hier zie je dus dat je ook heel snel al tot een situatie komt waarin de socialisten, wat landelijk nog moeizaam was, konden gaan meedoen, waardoor Tiel ook al in 1919 een SDAP-wethouder kreeg. Piet van Lavieren. Dit is een niet zo beste foto, maar ik heb nog nooit een betere kunnen vinden. Dat was dus de eerste, ja, sociaal-democratische wethouder in Tiel. En ja, dat heeft geduurd tot 1927. En toen heeft men toch weer van katholieke kant, want het moest met katholieken samenwerken, heeft men het voor elkaar gekregen om dan toch weer met de liberalen in zee te gaan, waarna de socialisten toch weer een tijd in de oppositie belanden. Maar goed, in elk geval, Tiel had het al heel snel een socialistische wethouder. Dit is een landelijk beroemde Tielse socialist, durf ik wel te zeggen. Een Joodse zoon eigenlijk van de Joodse leraar van Tiel. Dit is Asser Klerenkoper, zoals hij heette. Vanaf 1909 aangesloten bij de SDAP en vanaf 1913 lid van de Tweede Kamer. En schrijver van, zoals het noemde, hoekstukjes. Tegenwoordig heet dat een column, want dat is natuurlijk een veel mooier woord dan hoekstukje.
Dat het was dus eigenlijk, waren hele, ook wel, zelfs voor de huidige tijd nog, heel aardig leesbare korte stukken in de socialistische krant Het Volk. Hij is lid van de Tweede Kamer geweest, hij is lid van de gemeenteraad van Amsterdam, Provinciale Staten van Noord-Holland, heeft in de jaren 30 al vrij jong een attack gekregen. Hij was toen nog net goed in de 50 en is net gespaard gebleven voor de deportatie en in 1943 in een Amsterdams hospitaal overleden. Dus ook relatief jong, maar wel een beroemde Nederlander ook zelfs, maar ook beroemde Tielenaar, als er kleren kopen. Hier een spotprint op die kleren kopen. Dat is dan inderdaad een spannende wedstrijd. Maar er zijn dus heel veel dat hij dus hier probeert om dingen mee te krijgen als socialisten. Van nou wij enzovoorts. En dat dan natuurlijk van de andere kant lekker bekritiseerd werd. Overigens heeft deze print, vind ik, ook wel qua uiterlijk een licht antisemitische kop erop. Maar goed, dat terzijde. Een hele bekende ook van nog na de Tweede Wereldoorlog. Zijn eigenlijk twee broers Vermeer, die allebei, er waren eigenlijk jongens van katholieke huizen, die allebei heel jong al socialist werden. Dit is Evert Vermeer, die ook zelfs voorzitter van de Partij van de Arbeid landelijk geworden is in de jaren 50. Helaas al in 1960 op 50-jarige leeftijd overleden. Toen kon je nog met een pijp op de foto. Zijn broer overigens, Anne Vermeer, die heb ik zelf nog wel gekend. Want die is dan nooit landelijk rechtstreeks, maar in de Provinciale Staten van Gelderland actief geweest. En die is hij is 102 geworden. En ik weet niet precies wanneer hij overleden is, maar ergens in de laatste 10 jaar. Dus dat kan een stuk schelen. Twee broers van de een, dus twee keer zo oud worden als de ander. Maar dat zijn dus ook twee beroemde Tielse socialisten. Vakbonden. Je ziet, dat is overigens niet heel uniek. Maar typografen en drukkers, die hadden al in het algemeen vrij vroeg hun vakbonden. En dat had te maken met het feit dat het drukkersvak door het vele gebruik van lood zeer ongezond was. En dat zij dus heel snel al voor zichzelf voorzieningen hadden, omdat er nog wat weduwen in die kringen waren. En dat zie je dus hier, dat in Tiel ook een van de oudste organisaties, de typografenvereniging, sinds 1877 onderling hulpbetoon was. Niet per se socialistisch te noemen, maar wel dus duidelijk in diezelfde sfeer van vakbonden. Hier zie je overigens dat men in beursgebouw, het spaarbankgebouw kwam daar pas 8 jaar na deze affiche voor in de plaats, maar in de bovenzaal van de beurs, wat er nu nog is, en dan ook inderdaad een jaarfeest hadden, een toneelstuk. Dat wil ik dan natuurlijk ook kwijt. Het testament van oom Jan door Huf van Buren, J. Huf van Buren. En die Huf van Buren was Johan Adriaan Heuf, die wij natuurlijk allemaal sinds enige tijd kennen als de eerste voorzitter van de Tielse Oudheidkamer van 1901 tot 1911. Dat wist u natuurlijk al, maar dat vertel ik er nu ten overvloede bij. Hier een mooie foto van de arbeiderszangvereniging. Dat zie je ook op zo'n vaandel. De arbeiderszangvereniging door en voor het volk. Ik moet zeggen, dat vind ik altijd schitterend, die terminologie die ook in de eerste helft van de 20e eeuw nog gebezigd werd. Valt mij overigens ook op en dat heel veel socialisten waren van protestantenhuizen van oorsprong. En dat de socialistische zang, en dan denk maar aan het beroemde Morgenrood, dat jarenlang op zondagochtend uit de radio klonk. Ik vind het nog steeds een prachtig lied. Dat heeft dus echt het gedragene van de protestante kerkzang. Dat is dan
de laatste eigenlijk van de laatste zuil. Ik eindig uiteraard toch met het eenheidsbeeld. En dat ook om, ik weet niet, ik geloof niet dat hij meedoet vanavond, maar de heer Veerman te gerieven, die daarvoor strijdt. En ik zou dat ook van harte steunen om dit schitterende gemeentewapen dat wij als Tielse gemeenschap toch hebben, met de keizerlijke adelaar, het wapen van Gelderland en de keizerskroon, om dat terug te brengen in plaats van alle appels met flipje en zwart-gele logo's en dergelijke. Dit is toch een schitterend wapen om te koesteren als stad. Daarmee heb ik hem afgerond.